Reginho, gefeliciteerd. 3 punten tegen Jong AZ. Maar is dit nou een wedstrijd waarvan je moet zeggen, punten in de pocket en niet meer over hebben? Ja, dus hier is precies zo'n wedstrijd. Het was niet best van onze kant uit, maar uiteindelijk tellen we 3 punten en die hebben we gepakt. Dus ja, lekker door nu. Wat was het idee vandaag? Hoe wouden jullie Jong AZ gaan bestrijden? Wat was het idee vandaag? Ja, gewoon we spelen thuis en moeten gewoon een eigen spel maken. We wisten dat ze goed kunnen voetballen, dat heb je gezien. En ja, goed. Ze hebben ons gewoon laten zien dat ze heel goed kunnen voetballen, maar uiteindelijk hebben we toch 3 punten, dus ja. Het belangrijkste. Hebben jullie nog het gevoel gehad dat de wedstrijd vanavond helemaal niet door zou gaan eigenlijk? Is daar onderling over gegaan? Op een gegeven moment hadden we het gevoel inderdaad, ja. Maar uiteindelijk toch wel gelukkig. Dus, toch lekker dan als voetballer? Ja, toch wel. Je bent helemaal voorbereid op de wedstrijd, de hele dag. En als het dan afgelast zou zijn, dan zou het wel jammer zijn, dus ik ben blij dat het doorgaan is. Hoe was het op het veld om het te bespelen? Toen jij erin kwam was het natuurlijk denk ik al iets beter te doen, maar ja, bijvoorbeeld bij de warming-up? Het was een beetje glad. Ja. Maar op zich wel te doen. Dus kijk naar die wedstrijd. Het komt dus wel vrij snel toch op 1-0 voor. Ik denk dat het wel helpt in de fase waar we het lastig hadden. Ja. Wat werd er in de rust gezegd? Ik was er niet bij, dus ik kan er niet over spreken. Nee. Is het wel typisch zo'n wedstrijd als jij op de bank zit als spits? Dat je denkt van, het was natuurlijk duidelijk, AZ had wat meer de bal, ligt er wat meer ruimte. Is dat iets voor jou als spits dat je zegt van, daar heb ik al zin in om erin te vallen? Ja, zeker. Ook bij hun thuis toen, precies hetzelfde. En ja, goed. Als je dan een verschil kan maken, dan is dat mooi natuurlijk. Ja. Ja. Wat nemen ze even mee naar het doelpunt? Oh, doelpunt. Volgens mij had Lucas Schoofs schoot de banden voor. En ik had een sprintduel met de verdediger. En ja, goed. Troef hem af, denk ik. En schiet hem goed binnen met links. Dus, Is dat een kwaliteit van je? Toen je hier kwam, hoorde ik je te zeggen van ik ben sneller dan mensen vaak denken. Klopt. Was dit het bewijs daarvan? Dit was het bewijs, hè. Dus klopt wel. Maar ja. Toen kreeg je hem voor je link en dan denk ik nog niet eens een hele makkelijke om hem af te maken. Nee, toch? Niet makkelijk inderdaad. Maar goed, je moet gewoon tussen de palen. En, ging lekker tussen tegen het netje aan. Dus. En dan je eerste hier volgens mij op RFC. Eerste hier eindelijk, ja. Direct naar de harde kern toe. Ja, precies. Dat? Ja, lekker gevoel. Heerlijk. Ja, lang wachten op die goal en nee, ik ben blij dat ik het mogen maken eindelijk. Ja. Is het ook een kwestie van iets van je schouders afvallen? Leeft hij er misschien naartoe of hunker die er naartoe? Zeker. Ik had een moeilijke periode in het begin van het jaar. Hè. Dit helpt natuurlijk ook enorm. Ja. Ja, sowieso, je zegt inderdaad, een lastige periode gehad. Begin dit jaar is dus niet helemaal naar buiten gekomen. Nee, precies. Je bent helemaal terug. Het is... Ik ben helemaal terug. Dus vandaag was ook dan is dit een stukje, de kerst op de taart. Ja, precies. Top. Het is je gun, dankjewel. Dankjewel.